Oh, hij staat nog niet aan. Nu staat hij aan? Ja. Jij checken? Ja. Rood? Ja, ik zie dat. Hij is aan. Is hij aan? Er is wat gebeurd gisteravond. Er is een trailer van een nieuwe Marvel film uitgekomen. Of tenminste, een film die er aankomt. Guardians of the Galaxy. Het is voor mij een beetje onbekend. Ik weet ongeveer, ik heb al een screenshot ooit gezien. En ik weet wat voor vier gasten het zijn. Maar ik heb die film, die strips nooit gelezen. En we moesten hem zien van de stagiair. Dus we gaan nu even kijken. Wat doen we? Ja, onze Jasper Jan, die, kijk, dat is hem. Nee, hij moet nou met zijn gezicht ook in beeld. Het is hem. Die kwam helemaal van, wow, Dennis, je moet dit zien, je vindt het vet, jaren 80, Walkman, yeah. Wil het alleen nou, dat hij helemaal niet weet dat ik helemaal niet zo'n superhelden fan ben. Dus ik verwacht nu echt gewoon vreselijk wel echt weggeblazen te worden, toch? Uh-oh. Ja. Hoor ik. Uh-oh. Ik pak wel even mijn stoel erbij. Ja? Hoe lang duurt het trailer? 2,5 minuut. Jezus. Dat hou je vol, toch? Ja, dat kan ik wel staand af. Ja, dat is er veel staan. Ja, dat kan ik wel staand af. Okay. Nou Jasper. Jasper mag op de enter-knop drukken. Zijn we er klaar voor? Shit. Doe het. Jij moet de enter. Enter? Ja, muziek hard hoorde ik. Nee. Op de play. Oh ja, natuurlijk op de spatie. Op de play. Oh god. Het wordt nu al niks. Het wordt nu al niks. Hij is niet eens geladen, zie ik. Geen idee, hij lijkt op die kerel van Avatar, is hij niet? Now. Ja, hey, go man, no problem, no problem at all. Who are you? Star-Lord. Who? Star-Lord, man, legendary outlaw. Forget it. Geen spectrum openen. We arrested these five on Xandar. Check out rap sheets. Drax, a.k.a. the Destroyer. Since his wife... En vet, de andere. Hij die net wel was. Batista. Dat is Batista, de worstelaar. Ja, Batista. Ja. Zoe Sedana. Zoe Sedana. Ik wou zeggen, het lekker Rihanna. Jezus. Zat hij echt in de strip? Zijn naam wordt gedaan door... Zijn stem wordt gedaan door Bradley Cooper. Groot. Zijn naam wordt gedaan door Vin Diesel. Zijn het is een boom. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het er vet uit. Ja. Die dude van Parks is het. Ja, hij is vet gespeeld. Oh, ja. Hij is helemaal, hij was best voetbal was hij. Public intoxication and fraud. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Hey, that's mine. You son of a bitch. Hey, take those headphones off right now. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Ik ga hem kijken, Jasper. Ja? Ja. Ik ben een beetje een probleem, maar dat moet echt... Wat zeg je, eind nou weer? Het voelt niet echt Marvel aan. Nou, daarom, daarom vind ik het tof. Het voelt te comic-y aan. Ik ken het helemaal niet, te grappig, zeg maar. Nee, ja, maar dat zijn ze allemaal wel van Marvel. Het is wel een hele bekende comic, maar ik... Ik ken het helemaal niet. Ik ben niet een comic-lezer. Ik heb namelijk net de nieuwe Siskin en Wiskin gekocht, die zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat ben ik als comic-lezer, dus... Maar ik, dit ziet er wel vreed uit. Ja, het doet mij een beetje denken aan die film met die grote, met die dieren, met die rode vuist. Heet die? Hellboy. Een beetje die met uiterlijk, zeg maar. Ja. Ja, die is ook wel grappig. Ja. Ja. En ook hoe die grappig is. Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Gaan we kijken, Jasper. Wanneer komt hij uit? Maart. Nee, augustus zeg ik. Sorry, maart. Augustus. Oké. Okay. Nou, dan moeten we in augustus met z'n allen doen. Dat gaan we sowieso doen. Ja, sowieso. Ja. Goeie zaak. Top. Dankjewel voor de trailer. Top. Kijk, Jasper is blij. Oké, ik deed de camera helaas al uit, maar er moest nog meer gezegd worden. Ja, sowieso. Gisteren was het groot nieuws, opvallend nieuws, in ieder geval. Schokkend nieuws, wat mij betreft. Tragisch nieuws. Ja, Irrational Games is opgegeven. Ja. De makers van Bioshock. Door Giel Montagne. Ken Levine inderdaad. Ja. Nog Giel Montagne mogen. Nee, Ken Levine inderdaad. Onze grote vriend Ken Levine. Ik heb hem een aantal keer mogen interviewen.
Ik vind het een hele sympathieke guy, die hele toffe ideeën heeft rond videogames. Zijn laatste game was natuurlijk Bioshock Infinite. Geniaal. Een van mijn favorieten afgelopen jaar. Ja, geniaal geschreven. Echt, ja. Hij weet hoe je een verhaal interessant in een game kan maken. Ja, en daarom dat ik een beetje geschokt ben dat hij juist de keuze maakt om de studio op te heven. Want hij heeft toch een beetje als reden opgegeven van ja, het is leuk voor een groot bedrijf games maken, maar je bent toch niet helemaal vrij in hetgene wat je wil doen. Nee, dat is opvallend. Terwijl ik dacht dat hij heel erg zijn eigen ding deed namelijk Bioshock. Zijn eigen visie erop. Want dit Bioshock serie, dat is eigenlijk een van de meest originele series die ik heb gespeeld. Ja. Zeker 3, omdat het echt totaal een andere omgeving was, een ander verhaal en alles. Ja. Dus daarom dat ik echt denk van fuck, als hij al zo denkt. Ja. Hoe moeten de andere ontwikkelaars denken die bijvoorbeeld een nieuwe Call of Duty moeten maken? Of ik vast. Precies, maar wat zou die gaan doen? Zou die dan een kleine studiootje gaan beginnen? Zou die misschien wel de indie kant op? Hij gaat een kleine studio beginnen. Ik moet zeggen, er zijn nou twee mannen die zijn er helemaal opgedoken, namelijk Boris en J.J. Dus jullie kunnen dit weekend waarschijnlijk een nieuwe kwestie verwachten over dit onderwerp. Ja. Maar ik denk dat hij eigenlijk hetzelfde doet wat Molyneux een tijdje geleden heeft gedaan. Ja, hij zegt van fuck it, we gaan gewoon weer lekker klein beginnen. Ja. Gewoon zoals het vroeger ging en ik ga gewoon alleen maar mijn eigen ideeën doen. Ja, wel tof. Ik ben wel benieuwd wat eruit komt. Want als hij meer vrijheid krijgt, waar is het dan toe in staat, zeg maar? Waar ben je dan toe in staat? Wel tot tevreden games, maar juist met zo'n groot team kan je zo'n onwijze blockbuster maken met wel een nieuw idee, weet je wel. En ik heb hem eigenlijk van, ik had gewoon een nieuwe IP van hem willen zien. En dan had hij waarschijnlijk gewoon te weinig rugkracht gekregen om dat te gaan doen. Ja, en misschien wilde hij wel meer doen dan alleen dat het een shooter was, zeg maar. Want je zag dat de gameplay was wat simpeler dan de vorige twee Bioshocks. Dat is waar. Misschien dat hij in die zin dat hij daarin beperkt werd, omdat ze wel weer een shooter wilden hebben. Terwijl hij misschien een hele andere kant op wilde. Dat kan misschien. Maar goed, ik vind het triest nieuws. Ik geloof dat zijn brief ook openbaar is gekomen waarin hij uitlegt waar het om allemaal gaat. Ja. Die gaan we voluit bespreken. Die zal het nieuws nog wel langs worden komen op het einde van de week. Maar zeker ook een kwestie. Ja. Ja, dus. Zo. Bam. Had je nog iets? Nee, we zijn klaar. Nee, hoe ga jij als carnaval? Hoe ga ik als carnaval? Ik ben er niet uit. Nee? Nee, wie weet jij het al? Vorig jaar was ik als de schil gegaan. Die hebben jullie als goed is gezien vorig jaar. Ja. Had ik een doek om me heen. Je kent het. Kunnen we een poll maken hoe jij als carnaval verkleed moet gaan? Ja, wel niet. Ja, prima. Hij gaat gewoon als carnaval. Ja, als een wagen. Gooi me gewoon lekker in de comments. Ik wil weten hoe je mij op zaterdag in Breda zien. Ja. Volgende week zaterdag. Ja. En jij? Weet jij het al? Ik denk dat ik het me eigenlijk makkelijk. Als ik ga, dan ga ik me eigenlijk makkelijk afbrengen, denk ik. Als matroos of zo. Oké. Okay. Dan pak je hier beneden namelijk een matrozenpet en dan koop ik even een gestreept t-shirt en dan ben ik klaar inderdaad. Vorig jaar was ik als Lucid Door, maar ik ben wat minder afgetraind dan vorig jaar, dus ik durf nou even geen strak shirt meer aan. Nee, maakt er niet uit. Ik ben een keer zo'n strakke broek als een soort superheld gegaan. Daar was ik ook niet afgetraind. Ja, mijn vriendin die wilde dat ik als flamingo ging. Dennis in het roze. Ja, want ik heb al wel een flamingo muts, dus ik hoef alleen maar de roze kleren te kopen. Dus ook dat kan nog. Dus als je een grote dikke flamingo rond ziet lopen, dan zou het zomaar ik kunnen zijn.